Nou, hallo allemaal. Welkom bij ons thuis. Dat is Willem, daar. En ik ben Iris. En wij zijn gestart met een vlog over het opstarten van een eigen bedrijf. Eigenlijk gaat het een dagboek zijn. Eigenlijk gaat het een dagboek zijn. Over hoe wij eigenlijk gestart zijn met ons bedrijf. En we hopen binnenkort ook de opening te kunnen filmen. Willem, wat gaan wij voor bedrijf opstarten? Dat is ook wel een goed idee. Wat wij willen beginnen is een lunchroom. En eigenlijk een lunchroom wat dus daar doorloopt dat je 's middags een zee aan gebak hebt voor keuzes. En 's avonds nog een diner erbij. Gaan we dat dan niet allemaal zelf opeten? Nee. Niet? Nee. Dus het moet zoveel gebak zijn dat we het niet meer zelf kunnen opeten? We gaan wel alles testen, maar niet opeten. Niet opeten? Nee. Wel testen? Ja. Oké. We zijn momenteel bezig met het ondernemingsplan. Het ondernemingsplan. En wat hoort bij een ondernemingsplan? Een financieel plan. Ja, en een chaos. En vooral een chaos. Kijk hier naar deze tafel. Dit is onze chaos, onze tafel, onze fruitschaal. Waar eigenlijk meer pennen op liggen dan fruit. Er ligt één banaan en dan houdt het op. Boeken, want ik ben gestopt. Gestopt. Gestart met een studie boekhouden. Ja. Een eigen bedrijf voor dummies. En dan ben ik zelf bezig met de financiële situatie. En vergeet deze niet. Hierin staat ons begrotingsplan. Ja. Het is misschien een beetje dat je zegt van onprofessioneel. Maar dat gaat goed komen. We hebben het papier uitwerken en het vervolgens goed op de computer. Precies. En ik ben aan het uitzoeken hoeveel geld het kost om geld te verdienen. Dat is ook belangrijk, want je moet wel ergens iets op een rekening kunnen zetten. Eén ding, het kost allemaal geld. Geld meen je, het kost geld. Dus precies, ja, dat klopt. Dan denk ik dat wij het... Heb je nog iets anders leuks te melden? Nou, waar wij op het moment vandaan mee bezig zijn is... In principe alles uitzoeken. Wat willen we? Of wat we willen, weten we in principe wel. Maar hoe gaan we het doen? Daar zijn we inmiddels sinds afgelopen zaterdag, zaterdag ook wel achter. Ja. Van de Kamer van Koophandel. Uiteraard. Uiteraard. Dus het is nu voornamelijk uitwerken. Ons plan op papier zetten. En echt uitwerken. Tot in de puntjes. Tot iedere cent telt. Ja, en dat zorgt voor een hoop chaos in huis. Maar wel een gezellige chaos. Daarnaast werken we beide nog zo goed als fulltime. Jij werkt fulltime? Ja, maar jij inmiddels... Ik werk niet zoveel. Het is steeds minder. Vertel anders even wat voor werk jij doet. Dat hoeft niet, dat werkt iedereen wel. Voor de mensen die het niet weten, hij is kok. En hij kan ontzettend lekker koken. Dat weet ik uit ervaring toevallig. En ik werk als, eigenlijk als BSO-juf in Leeuwarden, allebei. Misschien is het ook handig om nu te vertellen dat we, want iedereen die gaat nu waarschijnlijk denken van, ze willen eigenlijk een lunchroom en jij hebt helemaal geen ervaring. Ik word boekhouder. En zeker niet in de horeca. Nee, klopt. Dus wat is ons plan daarin? Want iedereen die denkt nu van, die zijn gek, wie begint er nou een horecazaak zonder horeca ervaring? Jij hebt horeca ervaring. Nou, jij niet. Nee, ik niet. Dus. Wat we ook willen gaan doen, is wij willen ook aandacht besteden aan ouders met jonge kinderen. Dus er komt een hele kinderkaart. Dan kunnen ze zelf uitkiezen wat ze willen. En behalve dat willen we ook iets doen voor mensen die weinig geld te besteden hebben. Kinderfeestjes niet te vergeten. En natuurlijk heel veel lekker gebak. Maar daarover denk ik dat we de volgende keer wel wat uitgebreider kunnen vertellen. Want anders dan verklappen we alles in één blog. En dan is de rest niet meer interessant. Nee. Of wel. Eigenlijk willen we vanaf nu, via deze vlog, bijhouden. Ook voornamelijk voor onszelf om later terug te kijken. Hoe is deze periode gegaan? En het is gewoon leuk om later terug te kijken als je eigen zaken hebt. Wat voor chaos en wat voor tijd en werk je erin hebt gestoken. Precies. Dan
zien we jullie hopelijk allemaal terug bij de volgende vlog.